gaat er niet in. Collins onderdoor. En de rebound voor Van Bree. Ja, en een fout meteen. Klopt. Ja. Mogelijke three-point play. De Ridder. Storenwerk goed. En dan Anderson. Maar Marinkovic. En Wema. En Wema, de driepunter. Jean-Marc en Wema. De eerste gooit die binnen. Upshaw. En Wema. Nog eens knallen. Jean-Marc en Wema. En nog eens binnen gooien. 2-2. Reggie Upshaw. Jean-Marc en Wema. Een metertje achter de driepuntlijn. Maakt allemaal. En Wema naar buiten. Upshaw. Nog een driepunter. Upshaw. Boom. De Giants zijn on fire van achter de driepuntlijn. Ze zijn er wel. Zilka. Doet het alleen. Zilka met de score. Wat een verschil met afgelopen woensdag. Voor hij zijn actie inzet. Het is 4-5 seconden. Goed, echt goed die balance heeft. En daar heeft hij een patent op. Hè? 5 seconden op de shotklok. Van Bree naar Ververs. Ververs. Bal gaat goed rond. Hammond de driepunter. En die rolt erin. Raakt alle kanten van de ring. Springt even omhoog. Hammond. Fastbreak driepunter. Gooit hem binnen. Anderhalve minuut nog. Leiden staat op 5 punten. Een gevaarlijke bal komt wel aan. Hammond nog eens knallen en nog eens scoren. Dion Hammond is on fire. Mwema tegen Hammond. Fake van Mwema. Scoren en one. Jean-Marc Mwema. Hammond ook 3. Hammond ook derde fout. Maar dat is wat Skelin daarnet ook zei. Hè? Ja. Skelin zei, hij heeft 2 fouten. Nog 2 en hij gaat zitten. Ja, Anderson, helemaal open. 3-punter. Anderson, bang. Boom! Een kusje voor het publiek. Bouw krijgt nog uit de buzzer. Heeft toch terug ruimte. Heel belangrijk. Zo eentje binnengooien. Net voor het einde van een kwart waarin je het best moeilijk hebt gehad. Leiden had een hele goede run in het derde kwart. Marinkovic met die floater opnieuw. Niet te geloven, hè? Elke keer datzelfde shotje. Marinkovic. Terug naar de ring. Tegen Schaftenaar. Baseline spin move van Marinkovic. Ja, met finesse. Goed, hè? 10e overwinning op een rij, want we gaan die bekerfinale daar ook bij tellen. Ja. Maar vooral 9-9 in de Elite Gold. En nog belangrijker, zeker van een automatische plek in de halve finales van de nationale playoffs.